Reisziekte is een verzamelnaam voor zeeziekte, wagenziekte en luchtziekte. U wordt hierbij misselijk tijdens een auto- of busrit, tijdens een vliegreis of tijdens het varen. Eerst begint u te gapen, de kleur trekt uit uw gezicht. U wordt draaierig en zweterig, u wordt misselijk en kunt overgeven. Reisziekte is vervelend, u kunt er heel beroerd van worden. Het gaat vanzelf weer over zodra de reis gestopt is. Reisziekte heeft te maken met uw evenwichtsorganen. Ze zitten links en rechts vlak bij uw oren. Deze houden bij in welke houding uw lichaam zich bevindt. Uw evenwichtsorganen werken samen met uw ogen en uw spieren. Wanneer u bijvoorbeeld fietst, ziet u waar u heen wilt. U ziet wat boven, beneden, links of rechts is. Uw evenwichtsorganen houden nauwkeurig uw houding in de gaten en sturen seintjes naar uw spieren als u te scheef gaat, zodat u snel herstelt. Zit u op een schip of in een vliegtuig, dan klopt wat u ziet niet meer met wat uw evenwichtsorganen voelen of gewend zijn. Uw lichaam raakt in de war en u wordt reisziek. Staat u voor op een schip en ziet u de horizon, dan kan het nog meevallen. Maar zit u met ruw weer binnen in een schip, dan is de kans groot dat u draaierig en misselijk wordt. Niet iedereen wordt reisziek. Het lijkt er wel op dat kinderen er meer last van hebben dan volwassenen. Met de jaren kan reisziekte minder worden. Er zijn wel wat tips tegen reisziekte. Ga niet op reis met een lege maag. Eet vooraf een kleine maaltijd. Neem geen vette snacks of snoep. Als u merkt dat u op reis ziek wordt van koffie of alcohol, neem dat dan niet. Lezen of schrijven kan de reisziekte erger maken. Probeer dat te mijden. Soms helpen dingen als voor in de auto zitten, zelf rijden en een open raampje. Kijk ver voor u uit. Ga op een schip buiten staan en kijk naar de horizon. Middelen tegen reisziekte zijn bijvoorbeeld cinarazine, cyclizine en scopolamine. Of ze goed werken is nooit bewezen, maar veel mensen zeggen er baat bij te hebben. Zodra de reis voorbij is, gaat u zich weer beter voelen. De een voelt zich na 5 minuten alweer beter, de ander moet een uurtje gaan liggen om bij te komen. Als u langere tijd op een schip zit, kan de reisziekte helemaal verdwijnen tijdens de reis. Uw evenwichtsorgaan lijkt zich dan aan te passen.